Dit feestje kan je binnenkort meemaken vanuit je eigen huiskamer. Nu een groot deel van de Leidse regio thuis zit in verband met het coronavirus, wordt het nog wel een beetje een uitdaging om jezelf te vermaken. En Unity NL kan je in ieder geval zaterdagavond uit de brand helpen. Nou, aanstaande zaterdag om 7 uur dan gaan we beginnen. De studio waar ik nu in sta, die wordt helemaal omgebouwd tot een soort café/discotheekachtige setting. En vanaf 7 uur gaan we beginnen tot 12 uur. Dus live op televisie en live op de radio. En het leuke is, als mensen dan naar de tv kijken, kunnen ze ook nog berichtjes sturen. En die berichtjes komen dan in beeld. Dus je kan elkaar de groetjes doen. Je kan eigenlijk gewoon een soort feestje vieren met maximaal 3 man in de woonkamer. Alleen dan toch net een beetje op een andere manier. Dus je kan elkaar de groeten dan doen. Je kan lekker meezingen, polonaise lopen. En zo zorgen wij dat je zaterdagavond toch een beetje leuk gaat verlopen. Unity NL on Tour komt dus naar jouw woonkamer. Om 7 uur begint het feest. Nou, we hebben dus onder andere Wilbert Pigmans. Die scoorde een dikke top 40 hit met De Toreador. Ook hebben we Theodor, we hebben Randy Blommaert, we hebben Danny Nicolai, we hebben Mart Hoogkamer, we hebben Kido van de Graaf, bekend van The Voice of Holland, en vele anderen. Nou, voor de fans is het sowieso leuk dat ze vanuit de huiskamer natuurlijk een feestje kunnen bijwonen, om het zo maar te zeggen. Ook al zitten ze dan met z'n tweeën, met z'n drieën thuis. Ja, je moet toch ook een beetje je gezicht nog steeds laten zien. Wij komen nergens meer in het land. Meer kunnen wij niet doen. Ja, we kunnen live gaan op de social media kanalen. En ja, daar een liedje zingen. Maar als je het op deze manier, zoals jullie het nu aanpakken, natuurlijk om bij Unity alles te doen en uit te zenden. Ja, ik denk dat je voor een groot publiek bereikbaar nu bent. Een vol programma met artiesten en live optredens in de studio. Dat lijkt wat riskant nu het coronavirus op de loer ligt. Nou, maximaal 3 man per ruimte. Dat zijn natuurlijk de voorschriften en daar moeten wij ons ook aan houden. Wij hebben hier op de redactie van Unity NL hebben wij 4 ruimtes. En in iedere ruimte mag dus maximaal 3 man staan. Even voor aanstaande zaterdag. Hier zal de artiest gaan staan. De DJ en de presentator. En that's it. En dan hebben we in de andere ruimte nog iemand die het geluid doet, de techniek verzorgt en iemand die dan de artiesten ontvangt. Zaterdagavond om 7 uur kun je dus kijken naar Unity NL on Tour, live vanuit de studio van Unity NL.